Jouw moeder speelde vroeger verstoppertje met je in de hoop dat ze je nooit meer zou vinden. Yo, mijn naam is Rijk en ik ben op zoek naar de meest grappige, valse en grofgebekte influencer van Nederland. Hey Ponkers, met z'n tweeën tegen mij? De zieke geest? Nu heb ik twee moeders om uit te schelden. Dus bij deze boys, jullie moeders. Jullie zijn fucked op. Ta Joela, vervelend, vies, smerig mannetje. Wij gaan jou helemaal kapot maken. Ja, maar niet alleen jou, maar ook je moeder! En dat gaat allemaal hier gebeuren. De ultieme battle, face-to-face. Strijden voor de titel, de beste trash talker van de avond. Dit is jouw show. Dit is je moeder. We zijn hier vanavond om erachter te komen wie de beste trash talker is. Ik wil weten wie de ander volledig afbrandt, wie er zelf compleet afgaat en natuurlijk wie er aan het einde van deze battle nog staat. Met aan de ene kant, helaas, zonder de knappen erbij, Ponkers! Ik ben Jesper. Nou, ik ben Martijn. Wij zijn bekend van het YouTube-kanaal Ponkers. En daarop maken wij muziekparodieën en eigen videoclips. Elk jaar een carnavalsclip. En 24 uur overleven zonder geld. En aan de andere kant de man met een bredere glimlach dan zijn hele hoofd. Ta Joela! Ik ben Ta Joela, bekend van Ta Joela, 4 keer duurder, van Piolle. Ik ben echt een entertainer. Alright guys, kom, bring it in. Jullie zijn hier te gast bij je moeder. We spelen 3 rondes. De eerste ronde is alleen maar je moeder jokes. Gewoon vuren totdat je moeder je opbelt en zegt: hey Vaka, wat is er aan de hand? Tweede ronde worden we persoonlijk. Wordt het hard, wordt het smerig. En de derde ronde is de knock-out ronde. Jullie krijgen allebei 1 joke om elkaar helemaal weg te vagen. Oké, Ponkers, omdat jullie een voorsprong hebben, jullie zijn met z'n tweeën. Ta Joela, jij mag beginnen. Oké, jongens, zijn jullie ready? Ja! Dat zei zijn moeder ook gisteren tegen mij, mijn squad. Jouw moeder drinkt zoveel, wanneer zij sport, zweet ze Hennessy. En ik geef haar backshots, want anything is possible. Jouw moeders kut is zo verlept, ze probeert het bij elkaar te houden met fucking paperclips. Jouw moeders kut is groter dan mijn neus. Jouw moeder is zo fucking lelijk. Zelfs haar dildo krijgt ze niet stijf. Jouw moeder is zo lelijk, ik wou niet eens neuken. Ik geef het door aan mijn matties. Wow. Medium. Oh, ze willen ook niet. Niemand zag die aankomen. Gewoon birdbak. De kut van jouw moeder is zo fucking smerig en stinkt naar vis. In Volendam noemen ze haar Hollandse Nieuwe. Jouw moeder is zo'n vieze hoeren, sletje, groepie. Oh, what the fuck, dat zij meer rappers en haar kut heeft gehad dan Topmodel is getekend. Oh! Zijn moeder is zo dik. Als ze een glitterjurk aan heeft, dan is ze een fucking discobal. Jouw moeder vindt mij lijk op Frenna, dus ze wilt mijn man Dingo. Zij... Hey, over Frenna gesproken. Jouw moeder heeft zoveel gasten gehad. En volgens mij is Frenna er ook één van. Papa Frenna, lekker man. Dat was het einde van ronde 1. Er is gemurderd. We gaan door naar ronde 2. Hey, ronde 1 was on fire. Maar nu wordt het nog harder, nog smeriger. Want nu wordt het persoonlijk. Ben je ready? Ja. Ben jij ready? 100%. Ben jij ready? 110%. Ta Joela, De reden dat jij het zoveel over brillen hebt, is omdat jij de enige persoon op deze hele fucking wereld bent die uit een anus is gekropen. Martijn. Wie van jullie twee is Martijn? Ik weet het niet, hoor. Maar jij bent Martijn. Google het. Ik zeg je eerlijk, jij ziet er zo ongezond uit. Volgens mij die kinderen van Kika rennen een marathon voor jou. Oh. Mensen, Ta Joela is zo fucking wanhopig. Hij slaapt tegenwoordig onder de douche in de hoop op een natte droom. Over wanhopig gesproken. Volgens mij is dit voor jullie echt zo'n AED. Want dit is een wanhopige manier om jullie carrière weer een boost te geven, hè? Ta Joela, kijk naar zijn gezicht, jongen. Oh, hij is zo lelijk. Jouw moeder speelde vroeger verstoppertje met je in de hoop dat ze je nooit meer zou vinden. Ta Joela! Ta Joela! Ta Joela! Ja, ik heb niet gevonden, man. Ik heb niet gevonden. Jouw haarlijn, oh mijn god. Jouw haarlijn is zo ver naar achter. Als jij soldaat was, had ik geen 8, maar 16. Hij lacht je uit. Bro, hij zat uitlachen. Nee, maar dit is waarheid, maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Ta Joela, deze man heeft een programma waar die Tata probeert te worden. Je probeert Nederlander te worden. Maar probeer eerst nou eens Nederlander te spellen. Kom maar, even met z'n allen. N-E-D. Nu jij E. L-A-N-D, want jouw moeder wilt ook met D. Wacht. Klopt, ik had een programma Ta Joela. Maar ik zeg eerlijk, hoe ik jullie twee nu hier zo zie, zo vies. Kijk jouw swag. Ik wil terug naar die oorlogsgebieden in Angola. Ik zeg je eerlijk. Wat ben jij hier opleiden? Oké, dat was het aan het einde van ronde nummer 2. Er zijn alleen in deze ronde meerdere knockouts geweest. We gaan door naar ronde 3. Alright, guys. We gaan naar ronde 3. Dat is de knockout ronde, de kantelronde. Jullie krijgen allebei 1 joke om elkaar te vernietigen. Let's get it! Ta Joela, jij begint. Let's go. Ik zeg je eerlijk, ik werd gebeld door MTV. En zeg, je mag tegen 3 toffe boys komen battelen. Ik dacht, nospang, Stuk TV. Nu kom ik hier, jullie zijn niet met z'n 3'en, jullie zijn met z'n 2'en. Destiny's Child zonder Beyoncé. Jullie zijn geen Stuk TV, jullie zijn Stuk Kanaal. Oké, rustig. Het is jullie beurt. Rijk, ik heb net echt fantastisch nieuws gehoord. Ik kreeg net een belletje van je broer, Tim Hofman. Ja, echt supergoed nieuws. Kinderpardon. Het is erdoor, jongens. 700 kinderen mogen blijven. Boven jij! Oké. Dus dat was het dan, het einde van ronde 3, de knockout battles. Ze liggen allebei gewoon bewusteloos op de grond. Edson en ik gaan nu beslissen wie de winnaar is. Deze battle... What the fuck? Ik zeg je eerlijk, Ponkers zaten slimme grappen. Soms dacht ik wel van deliveries net iets te lief, maar wel echt doordachte grappen, man. Dit is wat zij de hele dag doen en dat blijft je doen. Ta Joela is echt een performer, man. Bro, zijn grappen zijn comebacks. Showman, gewoon. Ik moet wel zeggen, hij had ook grappen dat je echt denkt. Ja, maar zeg jij? Gewoon losse vlodder. Ja, ik denk dat we eruit zijn. Ik moet zeggen, dit was, ik denk, de moeilijkste tot nu toe om te kiezen, maar we hebben gekozen. Edson. Hey, Ta Joela, je bent echt een showman. Performance, leuke grappen. Ponkers, jullie hadden hele doordachte grappen, slimme dingen. Wij hadden het echt moeilijk, maar we hebben een keuze gemaakt. Ja. De winnaar van deze battle is... Ta Joela! Oh! Waarom is het 2? Ik besef nu pas. Hallo mensen, one man army. Super sterk. Pijnlijk. Ja, helemaal als het 2 tegen 1 is. Ja, en verliezen. Ja. Ja, het is nooit leuk. Oké, dat was hem alweer voor vanavond. Dit was een battle van niveau. Volgende keer zijn we gewoon weer. Tot dan. Dit is jouw show. Dit is je moeder. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer ook op MTV. Ik zie jullie daar. Laat het in de beschrijving achter trouwens en deel dit met je vrienden. Bye.